We zijn in Nijkerkerveen bij het Karabietteam. Naast me staat Gert Davelaar. Gert, jullie zijn echt druk. Niet veel betalen. Ja, maar met de rest is je druk bij, ja. Hoeveel tijd gaat erin zitten voordat alles super is? Meestal elke donderdagavond vanaf begin oktober. Dus doe je met een man of 10, 12? 10, 12, ja. En tussendoor een bakje koffie en uit de tijd met z'n allen. Ja, even gezellig, even een biertje, even een zakje chips en zo. Ja, ja. En hebben jullie zaterdag hebben jullie die silo daar gehaald? Die gebruiken jullie wel eens bij een stadsschot, geloof ik, hè? Ja, de stadsschot. Ja. En die ga je hier ook mee schieten met oudjaarsdag? Ja, we gaan hem hier ook even promoten. Ja, dat klopt, ja. Als de kijkers dit zien, dan moeten ze uiteraard allemaal komen kijken wat voor klappen dat geeft, hè? Oudjaarsdag. Hoe laat beginnen jullie? We beginnen om 10 uur. 10 uur. Wat groot feest. Moet er intree betaald worden? Nee, alles gratis. Alles gratis, ja, hier in Nijkerkerveen. Nou, dat weten we in elk geval. Kom vooral. Ik ga nu ook een bakje koffie doen. Gert ga ik nog even verder mee babbelen en we komen weer terug. Ja, uiteraard wordt er ook bij de voorbereidingen. Ja, al weken zijn ze bezig van het Karabietteam hier in Nijkerkerveen met de voorbereiding. Johnny, hoe lang ben je al bezig? Eerste donderdagavond van oktober beginnen we altijd. Geweldig, en het is één groot gezellig feest hier, hè? Ja. En jullie zitten op schema nu? Ja, we zitten goed op schema, ja. Maar we gaan niet klaar. We hebben een nieuwe vergaanspotter gemaakt voor de vergassen, zeg maar. Ja? Ja, die zijn alweer een jaar of 5, 6 oud. Wat is een vergasser? De vergasser, dat is een ding wat bij ons eigenlijk wel heel belangrijk is, het kabinet. Omdat wij heel veel melkbussen hebben, verschillende maten. Ja. En dan normaal deed je op afsluit, als heel vroeger deed je klontjes karabiet in de melkbus, water erbij, afsluit en boom. Wij blazen zelf zeg maar kant-en-klaar karabietgas, als je erin gaat is dat eigenlijk. Ja. Dan blazen wij door dan wat vergassen hebben in de melkbus. Dus we lopen niet meer met karabiet in de melkbus. Ja. En die vergaspotjes, daar komt water in met karabiet, die sluiten we af, dan zit er daarnaast een opslagtank. En daar komt dan het karabietgas in en dat wordt dan opgeslagen zoals vroeger op lassen deden, zeg maar. Ja. De waterslot op en dan vullen we de bussen. Hey, en dan, Johnny, een puntje dat natuurlijk ook belangrijk is, veiligheid. Steek aan dat ding, Pieter! Steek aan! Hoe veilig is het wat we hier in Nijkerkerveen allemaal gaan zien en wat jullie doen? Heel veilig. Heel veilig. Onze vergasser is veiliger dan deze aansteker. Kijk, dat zegt wel iets. Dus er kunnen geen gekke dingen gebeuren? Nee, als je aansteker leeg hebt, dan zit er alleen nog restgas in. En als je die in de zon legt, dan zou die kunnen ontploffen. Ja. En als bij ons de vergasser leeg is, komt er water uit. En dan is hij helemaal leeg. Dus dan zou die, net als een aansteker, hij hem aanduurt, dan komt er een vlammetje uit. Ja. Dan komt bij ons het gas eruit, ik zou het aansteken, dan brandt hij als een aansteker. Maar als hij daar leeg is, dan spuit het water eruit. Okay. Dus dan kan hij nooit ontploffen. Hey, en in de voorbereiding gaan er ook wel wat borreltjes erheen. Dat hoort erbij natuurlijk, hè? Ja, maar dat lust ik niet. Dit lust je niet? Dat lust ik niet. Oh, ik wel hoor. Ik lust het wel. Dus, maar ik zal het ook bij koffie houden vanavond. Hey, verwachtingen voor dit jaar? Wat denk je? Wordt weer een spektakel? Ja, dat denk ik wel. Dat hoop ik ook. Okay. En nu zitten we hier in deze mooie bus. Die heb ik al een keer van voor naar achter. Jullie gaan met deze bus een x aantal keren per jaar de boer op, hè? Om het zo te zeggen. Ja, we gaan met de jongens meestal 2 keer in het jaar weg. 1 keer gaan we naar de Formule 1, dat is gewoon echt hobby met de jongens, vinden een leuk weekendje weg. En dan 1 keertje een zwarte cross weg te worden. Ja. En door karabiet schieten daar. Zoals nu hier ook, voor dit jaar hebben we de silo. Ja. Die dingen hebben we speciaal gebouwd voor de zwarte cross om daar het startschot te doen. En die hebben we overleg gehad met Zwarte Cross. Die hebben we nu hier naartoe gehaald in de Nijkerkerveen. En op Oudjesdag is hij hier te bewonderen. Geweldig. 31 december vanaf 10 uur, hè? Ja, vanaf 10 uur. In Nijkerkerveen gebeurt het gewoon.